In het Duitse Schonauam Koningszee is een 24-jarige Nederlandse man omgekomen door een lawine. Dat meldt de politie. Vier Nederlanders waren aan het wandelen toen ze aan het eind van de middag verrast werden door de lawine. Het slachtoffer viel meters naar beneden, kwam met zijn hoofd op rotsen terecht en overleed direct. De andere drie, onder wie de ouders van het slachtoffer, bleven ongedeerd. Ze konden pas na uren de hulpdiensten bereiken, omdat ze op de plek van het ongeluk geen bereik hadden met hun telefoon. Onderkoeld en in shock, vier reddingshelikopters werden ingezet om de familie op te sporen. Het drietal was volgens de politie licht onderkoeld en in shock. Schonauam Koningszee ligt bij de berg de Schade in de Alpen aan de grens met Oostenrijk.